mensen, lief. Toch, kijk naar de titel, kijk naar de titel. Het is zo ver, het is zo ver. Tupperware gaat stoppen. Nou, ik kijk op mijn telefoon. Ik denk, wat is dit voor rabenbericht? Hoe kan het zo zijn dat Tupperware in Nederland per 1 maart stopt met de verkoop van zijn producten? Ah, wat een verdriet. Later in het filmpje ook positief nieuws met betrekking tot Tupperware. Maar hoe kan het zijn dat ze stoppen? Het lijkt of alles wat een stukje tot nostalgie behoort van ons wordt afgepakt. Laat in de comments achter wat jouw leukste Tupperware moment is in de familie. Maar ik kan niet anders dan bedenken hoe verschrikkelijk het was om bij moeder, vader, opa, oma, tante, waar we ook moesten en waar we ook stonden om de vaat te doen. Want daarom klaag ik, mensen. Ja, ik kom uit een Surinaams gezin. En zoals heel veel Surinaamse gezinnen, als andere soorten gezinnen, was Tupperware toch echt wel een dingetje, hoor. Tupperware, als je Tupperware had, nou. Maar het afwassen van die Tupperware heeft me zo getraumatiseerd. En nu heeft dit bedrijf, dit prachtig bedrijf, heeft het lef om zomaar de stekker uit het stopcontact te trekken hier in Nederland per 1 maart. Ja, je ziet langzaam dat ik steeds boosder aan het worden ben. Maar hoe kunnen ze nou stoppen? Alles wat dus tot nostalgie behoort, is gewoon weg. Laten we even kijken naar een stukje historie Tupperware. This is Tupperware. The airtight plastic containers that keep good foods fresher longer. Here's how. Put in the food, put on the patented Tupperware seal, then press down the center of the seal and lift a little at one side. Hear that whisper? That's Tupperware's airtight promise to keep foods flavor fresh. Tupperware comes in all shapes, all sizes. You can freeze it, stack it, any which way. It won't leak or spill. Tupperware keeps aroma and flavor locked in. And because you can see what's inside, no more forgotten leftovers, just good fresh planovers. The one way to buy Tupperware is a fun way. At a Tupperware home party, where you can see it demonstrated and order the Tupperware you need in fresh sun, sea, and sky colors. To find out about Tupperware parties, look in the yellow pages under Housewares or Plastics, or write to Tupperware, Orlando, Florida. Stay tuned, because later on we'll show you a beautiful gift that can be yours if you go to or have a Tupperware party between now and May 6th. Oh. En weet je wat me nog boos maakt? Met andere woorden, er groeit dus per heden nu een generatie op die de hele Tupperware, hele Tupperware ding dan niet zal begrijpen, hè? Nee. Die vaak was er generatie wat nu geworden, die sowieso al, ze stappen niet eens hoe een spons werkt, joh. Ja, nee. Dat die groeien dus niet op, die kennen Tupperware niet. Die kennen niet om memory te spelen met 14.000 verschillende bakjes die allemaal op elkaar lijken. Allemaal verschillende kleuren. Verschrikkelijk irritant waren om schoon te maken, maar sommigen... Met die vieze naast, vieze geur, hè? Maar die generatie is zo'n generatie... Nou, het is klaar. Ik ben de laatste Tupperware generatie, mensen. Je kijkt nu naar het overblijfsel van de laatste Tupperware generatie. Als je van de jaren 90 bent en je hebt geen vaatwasser thuis, nou, dan weet je precies waar ik over praat. Nou, daarom heb ik dit filmpje opgenomen. Ik heb werkelijk een ontzettend verdriet van het feit dat Tupperware in Nederland stopt. Dit kan je toch niet maken? En dan vraag ik me af, waarom? Ging het slecht met het familiebedrijf? Huh? Zijn we gestopt Tupperware te kopen? Mijn tante zijn niet gestopt Tupperware te kopen. Nee. Wanneer je denkt dat die gasten klaar zijn in die fabriek van ze, waar die fabriek ook staat. Nee. Er staan catalogen nog waar je nog dingen kan bestellen, joh. Tupperware gaat gewoon lekker verder, maar niet meer in Nederland. Wat een verschrikking. Nee. We zijn officieel naar de klote Tupperware gaat stoppen in Nederland. Ik kan het bij mijn hoofd niet bij. Jij wel? Laat even een opmerking achter in de comments. Maar nu gaan we even naar het goede nieuws. Dat betekent ook dat iedereen met zijn Tupperware collectie nu richting kunst en kitsch kan gaan. Ja. Tupperware behoort nu vanaf nu. Ik heb het niet kitsch genoemd. Ja, het is eigenlijk kunst. Het is kunst. Het zijn die objecten. Die we kunnen gaan opnemen in onze erfenis. Want ja,
Mocht je nu een goede collectie Tupperware hebben in huis, zou ik zeggen, hou het dan maar even vast hoor. Dat zou zo je pensioen kunnen zijn. Waar de wereld zich bezig had met cryptovaluta, ben jij met je 20.000 verschillende Tupperware-achtige producten, ben je een rijk man of vrouw? Ja, het wordt tijd dat ik richting mijn tante ga. Om een paar Tupperware-achtige dingetjes. Oh mijn god, we gaan Tupperware zien bij Kunst en Kitsch. Heerlijk, heerlijk. Wat een verdriet, mensen. Tupperware stopt. Ik ben helemaal kapot. Nee, dit komt echt uit het hart van een jongen die te veel Tupperware in zijn leven heeft afgewassen om nu te lezen op zijn telefoon hoe makkelijk het bedrijf uit Nederland vertrekt. Ik ga in hoger beroep. Dit kun je me niet aandoen. Mijn hart, ik ben helemaal kapot. Tupperware stopt in Nederland. Oh, ik ben final creator. Mijn hele auto doet het niet. Doei, Tupperware, doei.